Opgave 24. Van driehoek KLM is hoek K 20 graden, hoek L 110 graden en LM 5,3. Bereken zijde KL en KM in één decimaal nauwkeurig. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil hier het liefst eerst een schets bij maken. En die schets hoeft niet ontzettend te kloppen, als de vorm maar ongeveer klopt. Want het helpt wel als je zorgt dat het klopt. Dus ik zie dat er een hoek van 110 graden is. Dat is een stompe hoek. Dus ik zorg er even voor dat ik een driehoek met een stompe hoek teken. Verder kijk ik niet naar de mate van de zijde of het klopt of wat dan ook. Nou, hoek L is 110. Nou, dit is duidelijk een stompe hoek. Dus dit moet hoek L wel zijn. Hoek K is 20 graden. Het maakt op zich niet zoveel uit wat ik hoek K noem. Als die maar scherp is. En ik vind het op zich wel leuk dat de volgorde van de letters klopt. Dus K, L en dit wordt M. 20 graden. Oké, hoek LM is 5,3. Zo, als dat er staat, kan ik nu de andere twee zijden uitrekenen. Het is geen rechthoekige driehoek. Daar kan ik ook niet van maken. Dus ik heb of de sinusregel of de cosinusregel nodig. Nou, in je boek staat dit nog onderdeel met alleen de sinusregel. Dus dan is de kans groot natuurlijk dat we de sinusregel moeten gebruiken. In de sinusregel komen alle hoeken voor. Dus ik ga even alle hoeken van deze figuur eventjes uitrekenen. Hoek M moet ik nog hebben. Nou ja, je weet, de driehoeken van de driehoek zijn samen altijd 180 graden. Dus 180 min 110 min 20 blijft er voor hoek M 50 graden over. Ik ga direct in mijn figuur kiezen wat noem ik hoek A, wat is alfa en wat zijde A. Nou, ik noem L noem ik A. Dan is dit alfa en de overstaan is dan zijde A. Hoek M, noem ik even B, is dat beta, dat zijde B. En hoek C is hoek K, dus gamma en zijde C. Nou, ik schrijf voor mezelf de regel eventjes op. De sinus, A gedeeld door de sinus van alfa is B gedeeld door de sinus van beta. Is C gedeeld door de sinus van gamma. Ik vul in wat ik weet. Zijde A, die weet ik niet. Maar ik schrijf er wel even de zijde bij. Dat zijde MK of KM. Hè. Laat ik het volgens het alfabet maar doen. Dat zijde KM gedeeld door de sinus van alfa. Die weet ik wel. Is 110. Is zijde B, dat is zijde KL. Gedeeld door de sinus van 30. Is zijde C, die weet ik wel, die afstand. Dat is zo, dat is niet een mooi 5,3. Dat is 5,3 gedeeld door de sinus van gamma. En dat is de sinus van 20. En je ziet hier in deze driehoek, dus met een stomp hoek, maar dan kan ik net zo goed de sinusregel gebruiken. Die geldt daar ook. Nou, KL moet ik uitrekenen. Kruislinks vermenigvuldigen en delen door de derde. Dus 5,3 keer de sinus van 30 gedeeld door de sinus van 20. Rekenmachine pakken en intikken. KM kan ik nu ook uitrekenen. Er staat binnenin staat nog wel dat stukje met KL, maar dat negeer ik gewoon. Ik krijg sinus 110 keer 5,3 gedeeld door de sinus van 20. Dus ik krijg 5,3. Je ziet dat het is allemaal ongeveer hetzelfde, alleen de hoeken verschillen. Gedeeld door de sinus van 20. En beide met de rekenmachine, het moet in 1 decimaal nauwkeurig. Dus KL 11,9 en KM 14,6.